Hallo en hallo. Welkom bij een nieuwe mukbang. We hebben vandaag weer McDonald's, omdat dat is eigenlijk onze inspiratieloze maaltijd. Oh, ik dacht dat is onze inspiratie in het leven. Oh, dat ook. Ik sta volgens mij een beetje overbelicht. Oké, nou, we hebben lekker McDonald's. Ik ga even laten zien wat we allemaal hebben. We hebben een Happy Meal met kipnuggets. Ik zag dus laatst een kind dit doen op straat. Je kan dit er dus afritsen en dan heb je een soort boxje. Oh, super handig. Dat is nieuw, denk ik. Lifehack. Een McCroket. Kaasnacks. Ja, ze hebben dus iets nieuws bij de Mac. Cheese snacks. Het zijn een soort kleine kaas. Hierdoor ben ik eigenlijk niet in de war geraakt. Waarom? Ja. In de war geraakt? Ja. Met wat? Dat ik deze als eerste zei. We hebben een hamburger. We hebben nog een hamburger. We hebben een hamburger challenge. Ja, maar echt. Oh, lekker frieten. Waarom hebben we zo weinig ruimte? We hebben veel meer ruimte voor mijn gevoel. Nou, dat denk ik niet. We zitten hier in een soort vliegtuig. En fritten sausen. En? Dat is nog niet, denk ik. Een visfilet. Yummy, yummy, yummy. Wat zit het? Dit is het. Kipnuggets had ik ook nog besteld. Oh, die zitten er niet bij. Godverdomme. Doe straks nog een rondje als je nog meer wil. Nee, ja. Moest er wel af en af. Nu hoeft het al niet meer. Oké. Maar we hadden 5 frietsaus. Ja, ik heb hier 2. Ik denk dat er in die nog eentje in de top. Mooi. Oh, ik ben helemaal... Want ik ga nu de vragen stellen. Daan heeft op Instagram een vraagstickertje gedaan. En, zo leuk. Die gaat mij nu vragen stellen. Ja, want altijd... Nou, we doen ze wel allebei natuurlijk beantwoorden. Klopt, maar dan, omdat jij het dan opleest, dan lijkt het net alsof je mij aan het interviewen bent. Want ik wacht dan wel eens met antwoord geven. Maar ja, het is ook niet zo dat als jij een vraag stelt, dat jij... Nou, oké, anyways. Ik vond het heel leuk om het een keer om te draaien. Ik begin me vast. Ik heb nog niet ontbeten namelijk. Ja, dit lijkt me wel... Heb je dat niet? Want dan moet je, omdat je steeds moet praten, dan... En je hebt je telefoon vast. Nou, ik kan wel eten tussendoor. Staat dat ding niet scheef? Weet je wel. Oh ja. Oh, nou, dit is eigenlijk een hele leuke. Ja, ik ga waarschijnlijk alleen maar deze vraag uitkiezen. Zouden jullie nog zonder elkaar kunnen? Nee. Nee, denk oprecht niet. Nou ja, kijk, niet zonder kunnen. Ik bedoel... Stel dat je nu doodgaat, ja. Het is niet dat ik dan ook doodga. Nou ja, andersom toch ook niet. Gelijk zo radicaal dat ik doodga. Ik ga niet dood. Nee, maar ik denk gewoon, als er een reden is om zonder jou te moeten, dan is het omdat je dood bent. Ja. Oké, dus inderdaad, of we dat kunnen, gewoon vrijwillig. Nou ja, ja, alles kan, maar ik zou niet willen. Nee. Ik denk dat wij heel veel aan elkaar hebben op het gebied van werk, gewoon liefde en momlife. Wij doen we echt. We hebben dan een groepschat ook met Paola. Ik vind dat echt een hele waardevolle groepschat, weet je dat? We geven elkaar altijd pep talks. We zijn altijd supportive. We lachen om dezelfde dingen. Ik vind dat echt een hele fijne groep. Ja. Ik heb echt het idee dat ik daarin alles kan zeggen wat ik voel. Ik heb zo vaak. Zonder dat ik gejudged word. Dat ik echt mijn telefoon uit Piet's handen trek. Want als die app een beetje bovenaan staat. Ja. Daarin komt echt alles naar voren. Ja, daarin zijn we gewoon heel eerlijk naar elkaar. En niemand heeft ooit elkaar daar uitgelachen of belachelijk gemaakt. Of van, we begrijpen elkaar altijd. Ja, en het is ook niet dat we daar elke dag aan chatten. Nee. Soms echt wekenlang niks of zo. En dan is het weer even aan, zoals gisteren. Dan is het weer zo'n heerlijk moment dat het even helemaal aan is. Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Heb ik gelijk een mooi... Welke cola is van jou? Deze heb ik gedaan. Oké. Mooi sprontje, want het was ook. Die vond ik ook heel leuk. Die had ik vanochtend al gezien. Waar zijn jullie elkaar het meest dankbaar voor? Oeh. En ik ga er dus over nadenken, want dan ga je dus al snel over gebeurtenissen nadenken. Maar toen bedacht ik me oprecht, ik ben dankbaar voor juist zeg maar al die kleine dingen. Dat je gewoon onvoorwaardelijk weet dat je. Dat dan in mijn geval jij er altijd bent. En ook het respecteert.
Als je even niks van elkaar hoort. Als je even niks van elkaar hoort. En dat je gewoon... Als ik dan na een week zou vragen van... weet ik veel, wil je mijn rosbief komen brengen? Dat je dan dat je dat zou doen. Ja, dat is even een klein ding, maar... Ja. Klopt, ik denk ook... Ik weet dat jij er onvoorwaardelijk voor mij bent. En inderdaad, ik heb ook het idee dat je me alles gunt. Dus ik zou nooit me hoeven verantwoorden over waarom je misschien 3 weken niks van me hebt gehoord. Ja, tuurlijk, dat, je zou het niet laten gebeuren. Dan zeg je hallo, hallo. Maar ja, ik weet niet. Ik denk inderdaad, het is gewoon onvoorwaardelijk. Ja. En dat is niet met iedereen vanzelfsprekend. Nee. Dus dan, dat is wel iets om echt dankbaar voor te zijn. Ja. 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 Helemaal leuk. Hebben jullie een eigen taaltje of woorden die alleen jullie snappen? Ja, we hebben zelfs een manier waarop we lachen die alleen wij snappen. Ja. Maar wel minder dan vroeger. Ja. Maar we hebben ook veel codetaal. Ja. Omdat we het ook gewoon vaak over dingen hebben dus die inderdaad onze vriendjes niet mogen zien. Dus dan doen we een beetje codetaal. Ja. En niet dat we daarin praten over andere mannen waar we het mee gedaan hebben. Maar gewoon lekker onze eigen insightje. Ik vind het echt heerlijk trouwens. Ja. Leeft de vis van Sarah Lissie. Nee, die was echt na een week dood. Ik zag ook gisteren dat ze van de crash iets van... Zo'n visje ding had. Ja, een visje. Ja. Nee, die leeft niet meer. Sommige vragen die zijn ook al in andere mukbangs beantwoord, dus... Kijken. Ik vond het zo leuk dat je gisteren op Instagram je stories had gepost van een jaar geleden. Ja. Toen hadden we een Sinterklaasfeest met vrienden en toen... Had dat niet mij getrokken. Het was in de laatste zin van haar gedicht dat ze gezet. PS, met deze juice wacht ik niet langer. Merry Christmas, Tanique is zwanger. Zo leuk. Zo leuk. Maar jij wist het daar al. Ik wist het al, maar toen zag ik die zin en toen dacht ik, oh mijn god, ik mag het vertellen. Ja. Echt, I love it. Dit is denk ik wel een leuke. Welke boyfriend-eigenschap van zuster-boyfriend zou je willen dat jouw boyfriend had? Dus welke eigenschap van elkaars vriendje zouden we willen dat... Ik weet niet wat jij van Robert zou willen. Wat dan? Oh mijn god. Ik denk eigenlijk dat Piet en Rob zoveel op elkaar lijken qua als vriendje zijnde voor ons. Dat denk ik ook. Ik heb niks waarvan ik denk bij Piet, dat mis ik nu bij Rob en andersom. Nee. Oké, saai. Wat heb je op de harde manier moeten leren? Ja. Oeh, dat vind ik wel lastiger. Ik heb niet echt het idee dat ik hele diepe dalen in mijn leven heb gekend. Als in... Waar ik dan van geleerd heb. Nou ja... Alles wat je meemaakt, daar leer je wel van, maar... Ik doe eigenlijk altijd alles... Hoe ik op dat moment me voel. Ik maak heel snel beslissingen. Ik twijfel nooit ergens over, dus... Als ik dan zou denken van welke dingen zou ik opnieuw doen omdat ik het zo op de harde manier heb moeten leren. Ja, niks. Omdat op dat moment was dat wel voor mij de juiste keuze. Een extern. Ik denk bijvoorbeeld gelijk aan dat gewoon niet iedereen te vertrouwen is. Oh, zo. Ja. Dat heb ik op de harde manier moeten leren. Ja. Ik ook, maar dat vind ik niet zo erg. Dat het dan hard is of zo. Nee, ja, nu achteraf niet. Maar het moment zelf. Klopt. Hoe heb je dat geleerd dan? Nou ja, ik denk dat ik best wel naïef was. Toen ik met Pieter naar bed ging. Nee, maar ik denk dat ik naïef was in mensen vertrouwen. Vroeger al. En dat ik ook in eerste instantie al iemand vertrouwde tenzij het tegendeel bewezen was. En dat is nu andersom. Nu vertrouw ik pas iemand als het bewezen is dat diegene te vertrouwen is. Iedereen die je leert kennen, zet je een val op. Nee, maar dat is eigenlijk ook wel kut, want ja. Liever heb je toch eigenlijk het andersom, maar...
Ja, ik ben wel wantrouwig. Ja, ik ga vaak wel op goed vertrouwen. Ja. Ik wacht gewoon tot ik genaaid word. Basically. Gadver. Sommige vragen zijn zo luguber. Lang. Stel je kind pleegt een moord. Zou je helpen om dit te verbergen? Oeh ja. Nou, vertel. Nou ja. Nee, daar wil je niet over nadenken hoor. Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, nee, ik weet het niet. Ik raak helemaal... Ik dacht, natuurlijk doe je dat. Maar ik heb zit ik helemaal die Netflix dingen. Zieke lijp die zijn vrouw en kinderen heeft vermoord. En dan zijn dat jouw kleinkinderen. En dan is er dus letterlijk, is je kind gewoon ziek in zijn hoofd. Maar echt. Dus zeg maar, ook al is je kind... Dan kan die jou ook vermoorden. Precies. Dus lekker de popo bellen. En kom hem maar inrekenen. Ja, maar ik vraag me af op het moment dat Sanne-Lize thuis komt en zegt, ik heb iemand vermoord. Hij ligt nu in de kelder. Dan vraag ik me af of je echt gelijk de politie gaat bellen. Nou, of het lijkt in mijn kelder ligt wel, ja. Voordat ik het straks allemaal gedaan heb. Nou, het ligt er vooral aan hoe het is gegaan. Stel voor Sanne-Lize heeft later kinderen en die zijn verkracht. Ja, dan snap ik dat je die vermoord. Ja, dan zou ik helpen met vermoorden. Dan zou ik er niet gaan aangeven bij de politie. Nee. Maar goed, mochten ze haar eigen kinderen wat aandoen, ja. Dan ga je niet helemaal lekker. Nee. Dus ja. Difficult. Difficult. Ja. Wil je zo'n cheese bite proberen met mij? Ja. Cheers. Een beetje een taaie kaasvlees. Heel degerig. Zonder van de calorieën. Niet bestellen. Misschien had hij ook warmer moeten zijn. Dat het de kaas eruit smeut. Haten jullie elkaar voordat jullie best friends werden? Nee. Ik ga beginnen aan mijn lekkere visfiletje. Heel veel mensen vinden dit is goor. Ja, het is ook niet iets wat ik zou willen bestellen. Oh. Heerlijk, dat sausje is zo lekker. Zo echt. Wat een schots en scheef op elkaar gebouwd. Maar goed, first world problems. Vertel meid. Ja, ik vind het nog best wel lastig om. Goeie vraag. Liever vingers als tong of tongen als vingers? Ik denk tongen als vingers. Eww, ja, maar allemaal tongen. Ja, maar dan kan je tenminste... Dat zijn sterke spieren. Een tong is een sterke spier. Dan kan je tenminste nog gebruiken als hand. Terwijl als je vingers hebt als tong, dan proef je niks meer. Nee, maar dan moet je dus bedenken dat als je tongen hebt als vingers en je houdt de roltrap vast, dat je dus de roltrap likt en proeft. Ja, maar die gaat dan niet. En je vingers in je... Ja, maar tongen in je mond. Het zijn tongen. Dus daar proef je mee. Oh, op die manier. Nee, want dan heb je... Als je ook niet kan proeven met je vingers, dan kan je dus ook kan je wel proeven met je tong. En als je die dus overal hebt, dat is nee, maar dan hou je je tong. Ja, natuurlijk ook. Maar ja, tongen zijn smaakpapillen. Is dus naar je hersenen een seintje met dit is de smaak. Gadverdamme. Nee, ja, oké. Okay. Nee, in dat geval niet. Nee. Ik zou het allebei niet willen. Hebben jullie ook dingen van moeder zijn overschat? Dus dingen die achteraf wel meevielen? Ik denk het niet. Nee. Nee. Alles is intenser. Dus zeg maar, ook de zware dingen. Maar ook, dus zeg maar, ik heb ook onderschat hoe mooi de liefde van je kindje is. Dus ook dat, zeg maar, dat is dan op een positieve zin. Ja. Maar het is ook veel meer dus in het echt dan wat ik eigenlijk dus had verwacht. Dus dan heb ik dat ook onderschat. Er zijn zoveel dezelfde vragen. Wat zijn de meeste gestelde vragen? Deze vraag, zou u je eigen haarkleurwinkje willen? Ja, ik ga denk binnenkort terug naar bruin. Ja? Want? Ja. Ik heb nu nog een soort doodratje over op mijn haar. Of op mijn hoofd. En ja. Ik ben klaar mee. Ja, bruin past ook gewoon bij mij. Misschien wel met lichtere highlights, weet je wel. Niet meer echt zo donker als dat ik het ook wel eens heb gehad. Maar ja. Maar dat moet je wel echt zeker weten, want anders... Mm-hmm. Dan kan je ook niet meer zomaar terug. Klopt, ik heb er zo lang over gedaan om zo blond te zijn. Dus ik twijfel wel een beetje. Maar volgens mij is het wel een soort van
weet niet of het echt klopt, maar ze zeggen dat je natuurlijke haarkleur altijd het mooiste bij is. Ik moet zeggen, mijn moeder die had ook allemaal highlights gedaan en die had opeens weer gewoon donker geverfd. Toen dacht ik, wow, dat ziet er echt mooi uit. Het is gewoon wie zij is. Ja. Ja, eens. Dat vind ik ook. Echt ook zoveel zouden jullie nog een tweede kindje willen. Maar dat hebben we ook volgens mij al een keer besproken, toch? Of we nog een kindje willen. Je zou het eerst een trio doen met het andere koppel. Godverdomme. Nou, we zouden het allebei echt, we maken er altijd grapjes over. Echt het laatste wat wij zouden doen. Godverdomme. Je moet er niet aan denken. Oh, letterlijk, wij voeden elkaar als zussen, dus... Het is gewoon seks met je eigen fam. Ja. Heel goor. Incest. Wat is jullie favo gezonde eten? Waar zie je die? Ja, waar je die zou verwerken. Oh, hier. Niks. Ja. Nee, dat is niet waar. Hoezo? Jij vindt avocado toast lekker, jij vindt acai bowl lekker. Ja, oké. Okay. Nou, dat. Nou. Jij? Niks. Maar jij houdt ook van broccoli en zo. Ja, broccoli vind ik heel lekker. Ja. Oh ja. Ja, ik vind alles eigenlijk wel lekker. Ik kan echt makkelijk gezond eten. Denk ik koriander. Niet van, ja, koriander en geitenkaas vind ik gewoon, maar voor de rest lust ik alles. Ik vind eigenlijk, ja, ik vind broccoli lekker, ik vind bloemkool lekker, ik vind vis lekker. Ik vind alleen bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, salade eten als lunch of avondeten, alleen een salade. Ja. Mij niet bellen. Nee, mij ook niet. Dat vind ik echt afschuwelijk. Maar heb je het idee dat je alles lust, dat door je ouders komt? Zijn op een bepaalde manier dat gedaan? En zo, ja, hoe dan, wil ik het graag weten? Nou, geen idee. Ik denk, ja, ik moest gewoon altijd mijn bord leeg eten. Jullie gingen wel ook veel uit eten, toch? Ja. Van jongs af aan. Ja. Maar ja, dan juist eigenlijk merken als ik met Sarah-Lies uit eten ga, dat ze dan eigenlijk altijd friet en kipnuggets. Of poffertjes, of een spaghetti. Of... Ja, nu nog. Maar ik denk... Ja. Als ze wat ouder is en als jij dan vis hebt, dat je haar dat dan, ja, dan proef je wel. Maar zij eet ook zelfs sashimi en zo, vindt ze heerlijk. Nou ja, dat bedoel ik. Ja. Ik had nog geen rauwe vis gezien toen ik zo oud was. Toen ik twee was. Oh nee, dat is trouwens niet waar, want mijn moeder heeft ook altijd echt winterpenen voor jullie gekocht. Ja, nee, ik weet niet of het per se door mijn ouders komt hoor, dat ik... alles lust. Zo moet je ook gewoon geluk mee hebben met wat dat voor denk ik kind dus je ook. Bent. Dat denk ik dus ook. En ga jij echt strijd voeren met Sarah Lizzie als jij eten maar nee. wil niet eten? Nee. Doe ik nu ook niet. Als ik zelf echt iets niet lekker vind, hoe kut is het dan dat op te moeten eten? Dan eet je het lekker niet. Ja, die ligt met honger in je nest. En ik ben ook, als zij dan daarna een broodje wil, ja, ik snap dat je wel iets wil eten. Ja, als je het niet lust, misschien lust je het over een jaar. Maar ik ga er juist geen ding van maken, want dan wordt het in haar hoofd ook steeds groter. Ja. En dan, ik zeg gewoon altijd, wil je een toetje na? En dan duwt ze het naar binnen. En ja, dan wil ze een toetje inderdaad. Lars vertelde ook dat gisteren moest ze bruine bonen eten. En toen zei ze, nee. Ze krijg je dan daarna een broodje. Had ze echt twee van die bakken met bruine bonen op. Nee, en daarna wilde ze niet eens meer een broodje. Dus het is gewoon allemaal een psychologisch spel met die koters. Dus ja. Nee, ik ga daar echt geen nacht minder om slapen. Als zij een keer de eten niet wil eten, nou... Stel dat ze alleen maar kroketten wil eten. Nou, bon voyage met dik worden. Ik zie je bij OB's. Nee, ja. Dat gaat niet gebeuren. Natuurlijk, nee, dat mag niet. Maar er zijn mensen die alleen maar... Ja, maar dat ben je niet goed hoor. Je gaat ze niet je kind alleen maar kroketten geven. Wie doet dat nou? Nee, maar ja, stel nou, als ze echt niks anders wil eten, dan verhongert ze. Nee. Dan, ik kan het ook niet doen, maar... Dan gaat het voor haar een learn the hard way. Dan verhonger je maar. Ik bedoel, als je echt honger hebt, dan eet je echt alles. Ja, dat is waar. Toen ik die sapkuur deed van 6 weken, toen had ik zelfs trek in broccoli. Gewoon koud. Toch, want dan denk je van, oh, lekker iets kouden. Ik heb zoveel zin om iets in mijn mond te hebben. Ja. Moet hij weg? Of? Ja. Je hebt nog een McCrokkie, hè? Ja. Een McCroket voordat je alleen maar kroketten wil eten. Je grootste blunder. We hebben ook al online blunder hebben we al benoemd. Oh ja. Grootste blunder, oh ja, dat kan ik wel vertellen. Nou, dat is echt heel erg. Ik schaam me er ook nog steeds voor om het te vertellen. Nee, ik ga het niet vertellen. Nou, welke bedoel je nu dan?
over dat ik ooit een keer met Hakim van Sesamstraat. Ja. Moest ik van leven wisselen voor een aflevering van een programma. Ja. En, nou oké, ik ga het wel vertellen. En ik had het programma heette De Mix-Up. En dat was van Concentrate. Dat was een soort van een samenwerking met iets. En iedereen van Concentrate moest dus een dag ruilen met een BN'er. En ik kom 's ochtends aan op locatie. En ik zie dus dat ik met Hakim van Sesamstraat moet wisselen. En dan kreeg hij een dag mijn leven en ik een dag zijn leven. Maar hij deed van die theater-meme-shows voor basisschoolklassen. En ja, het is natuurlijk echt... Ik was toen ook echt een stuk jonger hoor. En heel recalcitrant. Dus ik had echt geen zin in die dag. En hij mocht lekker naar de spa en zichzelf dan filmen. Weet je, gewoon een beetje stereotyperend vloggen. En toen moest ik dus voor een basisschoolklas zo'n memeshow gaan geven. En trucjes doen en weet ik. Maar ja, je snapt dat ik echt door de grond wilde zakken. Ik dacht, wat is dit voor Mongolen iets, weet je wel. Ik vond het zo kut. En toen... dit is zo erg. En toen kwam ik later op een event van... volgens mij was het van Comedy Central. En toen... sprak een jongen daarmee aan en zei, ja, ik zag je laatst bij de mix-up en echt super grappig. En zei ik, ja, oh, en dan moest ik met die Mongool en het was zo ongemakkelijk. En toen zei hij, dat is mijn vader. Echt heel erg. En Stanley stond erbij en die had echt zo... Oh nee, wat zei hij? Ja, ik weet het niet eens meer. Ik heb het een beetje verdrongen omdat het zo ongemakkelijk was. Ik vond het zo erg, want... Natuurlijk, met die man zelf is natuurlijk helemaal niks mis. Maar ik vond toch gewoon dat ik Mongolische dingen moest doen. Die totaal niet in mijn straatje lagen. En dat is juist natuurlijk het doel van dat programma. Maar ik vond het zo stom om te doen. En zeg maar, ik was al de hele dag naar Senate en van... Oh, en dan moet ik nu een ballon opblazen met die kinderen. En dan moet ik nu zo... Oeh, oeh. En dan moest ik zo verdwijnen achter een glas. Ik vond het zo erg om te doen. En toen... En dan kan je beseffen dat zeg maar 2 weken later kom ik op een event. En iemand zegt, ja, ik heb de mix-up gezien. Ja, dan zeg je gewoon heel snel, ja, oh... Echt, het was zo kut. Ja. En la. Terwijl waarschijnlijk nu zou je het tering grappig vinden. Klopt. Om dat te doen. Nu zou ik het superleuk vinden en... Nou ja, superleuk. Ik denk alsnog niet dat ik sta te springen om mijn Nee, maar dan zou je er zelf gewoon... Dan zou je jezelf gewoon in de zijk nemen. Misschien precies. Misschien je toen ook... Ik vond het hartstikke eng. Hartstikke ja. Onzeker. Ja. Moet je daarvoor een basisschool... En die kinderen, die lachen niet, hè, voor de lol. Dus ik stond daar maar uit te sloven. En het was echt... echt afschuwelijk. Ja, en toen moest ik vervolgens ook kijken naar hoe hij lekker in de spa ging liggen. Dus dan mocht ik wel mee en hoe die massage kreeg en zo. Dan mocht ik mee en dan moest ik zo aan de zijkant staan. Ja, echt een kwelling. Oh, oh, oh. En wat is jouw grootste blunder? Ik zou het niet weten. Ik weet niet, was dat je broek gescheurd of een... Ja, vast wel dingen, maar ik kan niet iets... Toen klinkt het echt zo... Ja, dat zou heel logisch meer zijn. Je broek scheurd. Als ik weer te vaak met mijn los was geweest. Nee, nou, ik heb wel een keer gehad op de middelbare school. En ik moet nu gelijk aan denken... Dat weer toen, iemand je hand was vermoord. Nee, toen zat ik echt, was heel onaardig, zei ik iets over iemand. En die zat toen achter me, dus toen was en toen, en dan, precies wat je zegt, dan probeer je een soort van draai aan te geven van... ja. Ja, toen deed ik alsof ik wist dat ze achter me stond of zo. Ja. Ik denk dat zoiets. Ik heb dat ook wel eens gehad, dat mensen het over mij hadden dat ik achter ze liep. Nee. Ja, echt heel erg. Wat deed je toen? Ja, niks. Ik dacht echt van, oh mijn god, we liepen naar de kluisjes en er waren 2 chicks en die waren dus over mij aan het lullen. En daar ging ik mee om, dat waren ze gewoon mijn 2 beste vriendinnen uit de klas toen. En die waren toen, ik weet niet wat ze zeiden, maar gewoon echt iets onaardigs. Van, ik heb echt zo geen zin meer, mo, of een beetje zoiets. En ik verstijfde echt zo en dacht, oh mijn god. Maar ja, toen dacht ik hoop eigenlijk dat ze me niet zien, want als ze me zien is het nog ongemakkelijker. Toen draaiden ze om en toen was ze, hi. En toen deed ik zo van, oké, okay. En toen liep ik weg van, ja, dan hoef ik ook geen vriendin met jullie te zijn. Nee. En toen daarna is volgens mij wel sorry gezegd, maar... Dat ze niet zo lekker in de vel zat of whatever. Maar dat zijn zulke ongemakkelijke momenten. Ja. Dat is zo kut. Als je dan op de middelbare school zit en je bent al niet nog helemaal ontplooid, zeg maar. En dan... Klopt, want nu zou ik echt zeggen, hou je bek dicht. Ja. Oké, okay, dan niet. Ja, rot op, later. Maar echt, de ballen. Terwijl op dat moment is ook je klas... En je beste vriendinnen in je klas is je hele wereld. Ja. Je hebt letterlijk... Je zit echt aan die bubbel. Ja, als je thuis komt ga je gelijk met ze op MSN. Ja.
Dus, en het is echt, echt heel erg als je dan op dat moment erbuiten valt of ruzie hebt of weet ik het wat. Maar had je ook niet altijd dat je, want ik had altijd, als ik dat soort dingen had, dan ging ik naar mijn moeder. Mijn moeder zei, schat, dit maakt echt niks uit later. Nee. Waarschijnlijk zie je niemand meer en dan denk je altijd, ja, het zal net als over een jongen heen komen. Maar het is zo echt waar. Klopt ook met inderdaad liefdesverdriet. Op dat moment denk je echt, ik ga dood. Ik kan dit niet meer aan. Maar joh, dat gaat echt allemaal over. Ja. Dat is echt zo. Heb je die wijfjes ooit nog gezien? Nee, maar ook niet echt behoefte aan. Nee, wat doe ik? Nee, maar ik moet ook zeggen dat inderdaad, vooral zeg maar nu, als er mensen kijken die op de middelbare school zitten of zo, of door zo'n struggle heen gaan, hou jezelf echt voor dat het echt niet uitmaakt. Ik was nooit een van de allerpopulairste, maar ik ben ook nooit gepest of zo. Ik zat gewoon echt een beetje ertussenin. Tenminste, ik heb wel echt op verschillende scholen gezeten, dus het verschilde wel elke keer per school waar ik op zat, maar... Ik zat nooit helemaal soort van bij het populaire, maar ook nooit... En er waren altijd wel mensen waar ik tegen opkeek. En daar hebben wij het dan nu heel vaak over. Dat de mensen tegen wie ik opkeek of zo, dan stuur jij een screenshot door van hun Facebook. Ja, dat ik echt denk... Waarom in godesnaam had ik jou echt op een voetstuk staan? Wees gewoon blij met jezelf. Dat is echt het allerbelangrijkste. Want die mensen gaan je letterlijk in je volwassen leven, waarin je het moet waarmaken en moet doen, jou niks brengen. Letterlijk niet. Nee, dat is echt. En ik, eigenlijk als je zo over nadenkt, dan heb je dan al gewoon echt die gemene, die valserikken. Die waren waarschijnlijk toen gewoon al jaloers. En heel onzeker. Want nu, alle valserikken die ik nu op Facebook en zo zie, denk ik echt... Waarom deed jij zo vals? Precies. Waarschijnlijk omdat je baalt van je eigen leven. Ja. Ik zag daar laatst een goed artikel over. Dat heel veel mensen gedeeld dat... Als je onaardig over iemand wil doen, moet je jezelf eerst afvragen... Of je jaloers bent. Ben je jaloers? Ja. Of doe je het echt omdat je het afkeurt? En waarom is dat dan? Ga jezelf eens na waarom ook over roddelen met vriendinnen of zo. Ik roddelde vroeger echt wel heel veel. Je hele leven op de middelbare school bestaat over andere mensen lullen, bezig zijn met wat anderen doen. Nou, we hebben het echt bijna nooit over andere mensen van als in roddelen of zo. Nee. Helemaal niet als we ze niet kennen. Nee, precies. Ik probeer echt altijd wat goede ergens van in te zien. En ja, als je iemand niet kent, waarom zou je daar onaardig tegen doen? En volgens mij was het die hele, waar je het net over hebt, dat artikel. Dat ging over die bevalling van Rens Kroes. Maar even serieus, heb je dat gezien, die reacties? Dat was zo intens. Die vrouw die was net bevallen. En dan helemaal, als je zelf moeder bent, dan weet je hoe je je dan voelt. Ja. Dan ga je iemand helemaal de grond intrappen. Omdat je dan dus inderdaad waarschijnlijk jaloers bent dat zij een goede ervaring heeft gehad. En jij uitgescheurd bent tot aan je reet. Maar ja, ik bedoel, het resultaat is hetzelfde. Tenminste, hopelijk dat je een gezond kindje hebt. Dus dat is toch waar het om draait. Ja. Uiteindelijk. Maar ja, echt sowieso heel ziek. Ja, mensen zijn gek geworden. Echt hè? Ga je hier met krokkie nog eten? Hoezo wil je hem hebben? Nee. Ik weet niet, het is helemaal niet... Smaakt het je niet? Nee. Nou, mij wel hoor. Zullen we nog één vraag doen? Ja. Oh, dit vind ik wel leuk. Wat is jullie opvoedstijl? Onze opvoedstijl? Ja, is daar een stijl in? Ik probeer wel. Ik dacht altijd dat ik heel streng zou worden. Ik ben niet streng, maar ben wel strikt. Als in, ik vind een ritme en tijden belangrijk. Maar dat is ook meer mijn eigen voordeel, omdat ja, zodra zij goed slaapt, kan ik dat dus ook. En is iedereen blij. Zo. Maar ik heb wel heel erg, zeg maar, ik probeer altijd een beetje terug te refereren naar mijn eigen opvoeding. Hoe ik ben opgevoed. En dan denk ik, zeg maar, over sommige dingen had ik als kind heel veel omgegeven. Dat ik dacht, hoezo mag dit niet? Of hoezo is dit zo belangrijk? En... Nu probeer ik me bij heel veel dingen af te vragen van, vind ik het erg? Dus soms dan ben ik heel erg van... Ik vind het bijvoorbeeld wel belangrijk, Sarah Lise komt nu in een fase dat ze... Nee, doet. En dat vind ik niet normaal. Dan heb ik zoiets van, nee mama. Eventjes... Dus ik vond het vroeger zo irritant. Dus mijn moeder zei, nee wie? Ja, nee mama. Nee wie? Oh, dan werd ik helemaal gek. Maar ja, wat? Nee wie? Ja, dacht ik echt, jezus, ben je de koningin of zo? Maar goed, ze mocht mij ook gewoon nee zeggen, maar niet nee. Nee, want het is gewoon respectloos. Gewoon respectloos. Gewoon onaardig. Ja, gewoon... Dat doen wij ook niet tegen elkaar. Je ondermijnt mij. Nee, doe niet zo raar. Wil je mijn kroket nog? Nee. Ja. Dat is toch fucking raar. Ook Rob wordt altijd zo boos. Als
hij zegt van, vergeet je dit niet? Ja. Hij zegt, niet ja. Nee, klopt inderdaad. Het is gewoon respectloos om dat te doen. Dus dat vind ik belangrijk. Ik wil dat ze respect heeft voor haar medemens. Maar ik heb bij sommige dingen wel, weet je wel, eerst was ik vooral aan het begin echt van, oh, ze moet om 7 uur in bed liggen. Ja, als ze nu nog ergens zitten te eten. En zij is hartstikke lief als ze niet cranky wordt. En het is ook niet erg als ze morgen iets later naar de opvang gaat. Of dat we überhaupt niks hoeven te doen. Ja, hoe erg vind ik het dan als ze een keer een avondje om 9 uur in bed liggen? Ja, niet. Nee. En jij? Ja, ik vind het wel lastig. Want ik bedoel, ja, ik heb nog niet echt iets op te voeden. Maar wat ik wel nu al merk is natuurlijk dat ik ook heel erg van die ritme, regelmaat, rust. Ja. Wat ik echt niet had verwacht. Want ik weet nog dus dat jij dat heel erg had. Dat ik echt soms ook dacht van, ja, maar hoezo moet dat nou zo? Doe zo panisch. Hoezo moet ze nou om 7 uur naar bed? Nou, inderdaad, om goed te kunnen slapen. Dat hebben we nu trouwens 2 dagen gedaan. We hebben echt zijn bedtijd een uur eerder gedaan. En hij slaapt nu veel langer. Ja, dat is echt geweldig, toch? En ja, ik ben nu zo een beetje gaandeweg van die dingetjes aan het oppikken. Ik was net weer een podcast aan het luisteren. En daarin zeiden ze, zij deed zeg maar, aan het einde van de dag ging ze zeggen van, hey, ik zag dat je, weet ik veel, je speelgoed aan het delen was met je vriendje. Echt supergoed van je, want als je dat doet, dan zo maak je vriendjes en zo vinden mensen je lief. Toen dacht ik, dat is ook wel echt een goeie. Dat is een soort van, op een positieve manier. Ja. En dan gewoon juist de positieve dingen benaderen in plaats van, je bent stout geweest vandaag. Blijf gewoon van, ja, dit heb je goed gedaan. Precies. En dat een kind dan ook soort van beseft van, oh, hey, ook al, weet ik veel, was mama iets anders aan het doen. Ze houdt me wel in de gaten. Oh, ja. Ze ziet wat ik doe. Ja. Oh, goeie. Dan ga ik er ook in. Ja. Ja, dat vond ik. En zo heb ik wel dingetjes dat ik denk van, oh, ik ga proberen om dat wel zo te doen. Klopt, want kinderen zijn ook altijd heel erg van, mama, kijk. Ze willen heel graag laten zien wat ze kunnen. Ja. En wat ze zeg maar, ik maak wel eens een grapje tegen Sarah Lizzie van, als ik wil dat ze gaat opschieten, dan zeg ik van, ja, broek aan. Oh nee, dat kan je natuurlijk niet zelf. En de hoop dat ze dan zeggen, jawel, dat kan ik wel. Maar dan is ze meteen van, ja, ik. En dan gaat ze helemaal zo terug van, kijk eens, ik kan het. En dan, dat laat zo zien hoe kinderen willen dat je trots op ze bent. Het is echt wel belangrijk om uit te spreken, denk ik, ook naar je kinderen. Ja. Dat je gewoon trots bent op alles wat ze doen. Nou ja, tenzij ze iemand dus vermoorden en in je kelder opbergen. Maar over het algemeen ligt eraan wie. Dat was nog eentje die ik vanmorgen had gezien. Dat ik dacht, ik vind dat we daar iets over moeten zeggen. Dat was volgens mij een nep-account en die zei, ja, wat zou je ervan vinden als Marley zegt dat hij liever een vrouw wil zijn? En toen dacht ik van, dat überhaupt zeg maar nog steeds een ding moet zijn. Je wilt gewoon dat je kind zo gelukkig mogelijk is. Klopt. En wat ik helemaal hoop is dat als hij eenmaal op die leeftijd is, of wanneer dat dan sowieso de tijd anders is. Want ik denk wel oprecht dat de generatie van ons nu, wij zijn nu ouders en wij moeten juist onze kinderen opvoeden met, je mag zijn wie je bent en je mag al helemaal niet anderen. Klopt, want nu mijn eerste reactie als je zegt van, wat zou je doen als dat zo is? Dan voel ik gelijk een soort pijn voor mijn kind. Omdat je bang ik wordt. Weet dat het niet geaccepteerd wordt. Precies. Eigenlijk als in hoe het zou moeten zijn. Ja. Dus ik heb toch gelijk zoiets van, oh, dat zou ik echt erg voor haar vinden. Dat ze dan in die knel komt te zitten waarin ze dus door struggles heen gaat. Waardoor ze denkt dat ze niet geaccepteerd gaat worden. Dat het nog steeds een soort van, dat er een taboe overheerst. Ja, dat ze ondanks, zelfs bang moet zijn. Ja. Weet je, ik denk dan wel eens van, oh nee, homo's, nee, dat wordt echt geaccepteerd. En ik heb ook veel vrienden. En dan praat je ermee, nee, ja, laatst durfde ik de metro niet te pakken. Of nu een ander stel, die zijn naar huis aan het kijken. En die moeten dan echt op buurten letten. Dat je echt denkt van, jezus. Om je geaardheid, zeg maar. Precies. Je kunt daar ten eerste niks aan doen. En ten tweede, je moet er niet iets aan willen doen. Het is gewoon letterlijk wie je bent. Ik vind inderdaad nog steeds, het is nog steeds zo ontzettend bekrompen. Dus inderdaad, het zegt eigenlijk al genoeg hoe erg het is dat je denkt, oeh, ik zou dat verdrietig vinden voor mijn kind, omdat hij dan misschien door struggles heen moet gaan. Niet om en bang moet zijn. Ja, niet om je gender. Eigenlijk. Gewoon dat je denkt, prima, weet je wel. Ja. En we zijn echt wel, denk ik, goed op weg. Tuurlijk, het moet ook, het kan niet binnen 1 dag veranderd zijn. Super veel mensen op de wereld. Maar ja, het lijkt mij toch wel heel lastig als ik kijk naar sommige transgenders die dan hun journey delen op social media of zo, denk ik. Heb ook echt wel onzekere en klote tijden gekend. Ondanks dat ze nu misschien helemaal in hun kracht staan en super blij zijn. En er een heel lang traject achter de rug is. Denk ik dat je ook onnodig veel pijn hebt ervaren. Ja. Het blijft wel eigenlijk grappig niet. Want het is eigenlijk verdrietig. Maar dat gewoon het feit dat je anders bent dan andere mensen. Dat maakt dat mensen je gek vinden. Dat is eigenlijk nog zo'n oer iets van. Dat mensen gewoon zwaar kudde gedrag vertonen.
Dus als je ook maar een beetje afwijkt, dan ben je gelijk gek. En dan moet je dat met een groepje soort van afkeuren. Zo. Vroeger moest je nog soort van met z'n allen jagen en verzamelen. Dat is nog enigszins een logische verklaring van... Jij kan niet rennen of niet hard genoeg rennen, dus je valt een beetje buiten de boot. Terwijl nu, iedereen is minding his own business. Ja. Volgens mij, tenminste, ik wel. Dat is wel ziek, ja. Dat alles evolueert, maar dat is een soort van niet meegeëvolueerd. Nee. Dus. Nou, dat even gezegd hebben, dan gaan we de mukbang weer afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Keer. Doei doei!